Wij hebben een cabaretier bij ons. Geef een applaus. Hier is Richard Goedendag. We draaien natuurlijk niet uit, omdat Richard Groenendijk is een Rotterdammer. En we kunnen daar ook handen shaken. Jij hebt 4 succesvolle cabaretprogramma's achter de rug. Ja, ik heb, nou ja, 6, maar 4 succesvol. Ja, ja, ja. En je laatste show, daar eindig je. Je hebt nog 4 voorstellingen mee, onder andere in de Lamar Theater. Ja. En het raar is dat als ik tegen mensen Richard Groenendijk kom, dat je helemaal niet zo bekend bent. Nee, ik weet niet goed wat ze met me aan moeten, denk ik. Nee. Zullen we eerst even kijken van al die mensen met een paar dingetjes van je laatste show? Een compilatietje. Oké. Wat een negativiteit, daar ken ik helemaal niet tegen. Goedenavond Rotterdam, mijn naam is Bianca. Ik heb een lekkere Gucci Viewmaster op mijn vaas. Ik wil dan neptieten voordat ik echt al en ik sta te springen met tuigie. Als je Bianca ziet, je gaat gelijk op zoek naar het ventieltje. Werkelijk waar. Echt waar. Dat vind je minder leuk, oké. My whole life, and I don't give a damn, I've lost emotion. Oh. En dan had Mike, had hij ook zo'n wasbord, helemaal zo. Dat had ik ook. Alleen lag bij mij de was er nog op. I talk to you later. Dit was uit Hairspray. Dit was Hairspray, ja. Als je jouw cabaret moet omschrijven, theater, wat is het dan precies? Nou ja, ik zeg altijd, het is een beetje een soort one-man tragicomedie. Dus in de eerste instantie vind ik het altijd leuk als mensen heel erg moeten lachen. Maar ik vind het ook wel mooi als je iets van jezelf meegeeft. En dat ze, als ze de zaal uitgaan, mij een beetje beter hebben leren kennen. Dat het niet inwisselbaar is, zeg maar. Is alles nou redelijk waar gebeurd? Want ik ging zelf heel erg twijfelen weer. Nee, alles is bij eigenlijk... Tante Ellie en... Ik heb de namen natuurlijk wel veranderd. Dus de familie herkent zichzelf er niet in. Denk en dan me. Zegt de ene tante, ik zie dat wel hoor, dat is Tante Nel. Maar ik zal niks zeggen. Ja, terwijl ik denk, jij bent het, maar goed. En dus nee, ik heb wel natuurlijk... Je verandert de namen wat, maar ik vind dat wel mooi. Ik heb wel geprobeerd om dingen te maken die helemaal fictief waren, maar dat ging gewoon niet, werkte niet. Je moest gewoon iets van jezelf door me heen mixen. Ja, ik vind als het een beetje autobiografisch is, wel leuker. Ja, je hebt de laatste DVD die komt binnenkort uit van je laatste show. Dat is echt een compilatie, de best of van de voorgaande solo-shows. Nee, de DVD die uitkomt is de show van de vorige show. En ik speel nu een compilatie. Oh, daar heb ik. Nee, wij doen altijd op de dag van de laatste voorstelling de DVD van de vorige voorstelling. Dan heb je weer wat geld verdiend. En dan kan je weer de DVD uitbrengen. Okay. Zo werkt dat. Oké, okay. Ik heb een hele andere weer gezien, want hij was nog niet uit. Maar ik moet zeggen, ik moet weer heel erg om lachen. Ja, maar ja. Ik denk, is het nou echt alleen voor Rotterdammers of voor ook alle andere Nederlanders? Nee, het is wel zo. Ik heb veel voor Radio TV Rijnmond gewerkt. Dus in Rotterdam, ik sta komend weekend, hele weekend in het oude Luxor. Ik ga het toch even zeggen. En dus in Rotterdam en omgeving in Zuid-Holland ben ik een soort regio-artiest die daar gewoon wat bekender is. Maar ja, ik ga inderdaad ook gewoon nog naar Nijverdal voor 60 man en naar Drunen voor 58. Maar ja, goed, dan denk ik, dat is aan de ene kant jammer en aan de andere kant, die zijn ook van de bank gekomen, dus vind ik ook wel goed. Ja, hoe denk je dat het komt dat weinig mensen jou kennen? Maar ik weet het niet. Mensen, op de een of andere, ik ben natuurlijk al heel lang bezig. In 95 deed ik mee in Kamerette. Ik heb Hairspray gedaan. Les Miserables, Thénardier, wel alternate, vervanger, zeg ja, je maar. Bent altijd in een soort tweede plaats. Ik ben hier op zoetemelk van het cabaret. Ja, je bent hier op zoetemelk van het theaterwereld. Maar ja, ik ben blij dat ik niet altijd vierde ben. Nee, tweede, dat vind ik ook wel goed. Maar het grappige is dat je nu de rol van Anthony Kameling ga je vervangen. Ja, omdat ik zo op hem lijk, hebben ze me voor mij gekozen. Nee, nadat hij overleden is, hebben ze het stuk herschreven en is er een rol gecreëerd voor mij, zeg maar. Ja, ja. Maar ook weer tweede. Dus omdat Anthony Kameling is komen te vervallen, hebben ze jou gevraagd. Ja, dit is eigenlijk wel heel... Maar het is heel grappig. Als ik bijvoorbeeld... Heel veel mensen, dat ik al 10 jaar in een theater speel, voor de zomer, ga ik naar, ik weet niet eens, in Brabant, ergens in een dorpshuis. Want ik sta natuurlijk ook nog in dorpshuizen. En 3 uur in de file, helemaal tot hier, kom ik binnen. Zegt die vrouw, ach, ben zo blij dat u er bent. Ik zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Ja, zegt ze, de gewone koffie doet het. Maar als we koffie verkeerd indrukken, blokkeert dat heel apparaat. Denken ze weer dat ik van de koffieapparaat... Ik heb ooit... Nee, echt waar. Ik heb ooit een keer heb ik een voorstelling gedaan met Ellen Evers en Lone van Roosendaal. Een Toon Hermans voorstelling. En toen stond er een foto van mij in de krant, echt waar. Stond een foto van mij met erboven, Nelly Vrijda streeft naar een prettige oude dag. Echt gebeurd. Ik heb hem nog. Echt gebeurd. Ja, dus, maar ik ga gewoon door. Maar dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is wel. Ja, dat van dat Nelly Vrijda was natuurlijk al een foutje van de redactie. Want nu denk je dat je een bekende striptekenaar bent. Ja, wat dat je aan hebt. Ja, ik heb hem zelf gemaakt. Dat is nog zo grappig.
Nee, maar dat zou ik frustrerend vinden als je dan eigenlijk denkt... ja, ze kennen je wel ergens van, want je hebt hairspray. Ik heb in Zwolle hairspray gezien, waar je inderdaad alternate was. Het was echt, nou, ze braken de tent af. Ja. Zeker door jouw optreden ook. En dan hoor ik dat je dan in Zwolle staat bij je solo. Dat is dan helemaal uitverkocht. Dat is uitverkocht. Als mensen het weten kunnen wie duizend ik ben, mensen in. Dus ik weet niet, ja, hoeveel kijkers heb... Ja, je weet we hebben er altijd meer dan 1000. Ja, precies. Dus dat trekt, dat zit nu, ja. Nee, maar ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Dat is een... Verkoop jij jezelf? Of vind je het leuk om jezelf te verkopen? Nou, ik vind het... Ik vind Nee. Word je gevraagd? Nou ja, ik word gewoon op straat echt ook gewoon... Nou, 5, 6 keer per week aangesproken dat ze zo vinden dat ik het zo leuk doe op Schiphol. Met hello, goodbye. Ja, dat is ja. Wat vinden jullie? Maar ik ben toch knapper? Nee. Ik ben toch wel knapper? Nee, echt waar? Ja, ik zeg niet jouw foto's aan iemand... Oh ja, hoe die beeldjes aanprijzen, hoeveel dat dan waard is, die antieke dingetjes. Ja. Ik dacht gewoon dat je Nelly van de Krocht was. Ja, dat is ook weer zo. Ik dacht wel serieus, toen ik hoorde dat jij kwam, dat er een wielrenner kwam. Ja, nee, maar ik word vaak met sportmensen door elkaar gehouden. Dat is het goede daal. Dat is Willeke Alberti, ja. Dan nu niet meer, maar die zei al jaren op feestjes... Hoe is het met je kinderen? Dat is ook de man van Karin Bloemen was, dat soort dingen. Dus ik vind het ook wel leuk, maar ik denk ook dat het komt omdat ik heel veel verschillende dingen doe. Die musical, die musical die je gaat doen, hoe heet die? Ja, dat is wel heel gaaf. Vandaag eerste lezing. Wat herinnert u zich deze nog? Het gaat over Veronica-tijd. Het gaat over de Veronica-tijd. Het is een fictief verhaal met echte dingen erdoor. Hoe noem je dat? Ja. En, echte dingen, dat weet je ook niet verder. Maar, leg eens uit, Mart Smeet. Wat bedoel je ermee? Jack van Gelder. Nee, we hebben vanmiddag de lezing gehad. Het is een hele grappige, ook een tragicomedie met nieuwe muziek en bestaande muziek. Met onder andere mijn goede vriendin Milène d'Anjou. Ook zo iemand die al jarenlang aan de weg aan timmeren is. Geweldige zangeres. Aniek Boer. Lange Frans. Nou, leuk. Doe baas beter goed ook. Ik was ook zijn vriendin meekomt. Dat zijn we in ieder geval veilig. Je kan de pauze in knallen. Ja. Maar wanneer gaat het première? Het gaat 14 februari in het oude Luxor ook weer in première. En nogmaals, ik heb het DVD gezien. Erg leuk om je te zien. Ja. Ik ken je al wat langer. Maar en 23 december dus met allerlaatste Nieuwe Dramar. In de Nieuwe Dramar. Ik wens je heel veel publiek toe. Want je hebt het echt, je verdient het. Je bent heel erg leuk. Nou, een applaus, Richard Groenendijk. Ja, daar gaan we. Anders, als jij een kerstbal in de boom moet hangen met een dierbaar iemand... iemand die we ook kennen, wie zou je dan in de boom hangen? Nou, ik had het toevallig net met Chris Segers over Frederik Chris Segers? Chris Segers? Die strook, ja. Hij is er! Hij is van mij! Hij is van mij! Hij is van mij! Hij is van mij! Nou, dat denk ik niet, want ik zag zijn vrouw ook staan. Maar, hoe heet dat? Ik zou Frederik Huis erin hangen. Dat was een vriendin van mij. Hij heeft ook nog even iets met haar gehad. En we hadden het net toevallig even met Huub. Actrice van Goeie Tijd, Slechte Tijden, overleden. Ja, dus die zou nog wel even in de kerst Die gaan wij morgen in de boom hangen. Ja, is goed. Wie zou jij in de boom hangen? Want we hebben namelijk een kerstboom waar wij bijzondere mensen in hangen. Of althans, waar we denken, die horen nu in de boom. Wie zou jij in de boom hangen? Ja, ik heb Nijntje gekozen. En dat, vanwege het zedenmisdrijf? Ja, omdat het kind is vandaag echt een slachtoffer. Zowel bij de gijzeling in Besançon met de zwaarden als bij de kinderdagverblijven. Dus daarom hang ik het kind, het symbool voor het kind in de boom. En terwijl Filemon, ga jij volgende gast ervaren? Want dan zal ik, ik ga even zeggen wie ik in de boom hang. Want het heeft met kerstmuziek te maken. Ik heb een duo op kerstbal. Ik heb Kathleen Ferrier en Ad Koppian. U kent wel die CDA-dissidenten. Waar je eigenlijk nadat ze een Minute of Fame hadden, heb ik eigenlijk nooit meer wat van ze gehoord. Ik zou heel graag willen, Kathleen Ferrier en Ad Koppian, doe je plicht. Doe gewoon je werk en probeer een beetje daar te stoken in dat CDA-fractietje. Vooral als het om humane dingen gaat. Ik ga hem in de boom hangen als jij je volgende kerstgast ziet. Ja, hij gaat zo snel.